Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe In Gesprek Met. U heeft het al gemerkt, ik ben vandaag in goed gezelschap. Ik sta hier tussen de misters van, wat is het, Tropical Beauty Suriname Contest. Hè? Ja. En zijn ze laatst gekozen? Ja, ze zijn laatst gekozen, maar we hebben ze laatst eigenlijk gepresenteerd. Ze zijn op 28 april. Om het in goede hebben we de voorselectie gehad. En daaruit zijn er toen 10 heren gekozen. 2 zijn helaas begin van het traject al uitgevallen. En we hebben op, om het in goede, wat is het weer, 27 juni, hebben we 8 heren gepresenteerd en 10 dames. Okay. En deze informatie komt van? Jermaine Janakoon, organisatielid van Tropical Beauty Suriname. Okay. Eigenlijk moet ik zeggen Stichting Beauties of Suriname Pageant. Oh, het is een stichting geworden. Stichting, ja. Okay. Nou, en deze knappe heren, die gaan straks gaan voor de titel en daarna gaan ze Suriname vertegenwoordigen. Ja, nou, dat is nu ook dit jaar anders, is ook veranderd. We zijn sinds vorig jaar gestart met een nieuw traject, waarbij we eigenlijk beogen om zichtbaarheid te hebben. Het is heel vaak gebleken, en eigenlijk zijn er nog enkele factoren erbij. Een van ze is ook wat we noemen pageant burn-out. Na evaluatie met mijn missen die ik in het voorgaande traject heb weggestuurd, is altijd gebleken dat, je begint bij ons in januari, februari, bereid je al voor. Je komt naar de audities, je wordt gekroond juli of augustus. En dan ga ik je ook nog meteen voorbereiden om internationaal te gaan. Dus je moet denken, je bent pakweg 10 maanden bezig met alleen maar pageant stuff. Trainen, afslanken, let op je dieet. Een voorbeeldfiguur zijn 24/7. Dus dan krijg je ook een beetje een soort van afkeer, om te zeggen. En ook heel veel mensen weten soms niet wie de mister of de miss is. We zijn vorig jaar gestart met een heel nieuw traject en dat heb je ook gemerkt. Sridevi, die de huidige miss is, die gaat dit jaar naar Polen, die vorig jaar gekroond is. En we hebben haar eerst overal gebracht. We hebben haar in Suriname zichtbaar gemaakt en dat heeft ook gewerkt. Mensen hebben er gezien, mensen hebben er overal meegemaakt. Iedereen weet wie Sridevi is. Wanneer zij 4 augustus de kroon overdraagt aan de nieuwe miss, dan gaat de nieuwe miss hetzelfde doen. Een jaar lang haarzelf bewijzen. Haar bagage opbouwen, een rustige opbouwtraining. En dan gaat zij in 2020 naar Miss Supranational in Polen. Mm-hmm. Met de heren gaan we dit jaar starten. Okay. De heren gaan dit jaar ook hetzelfde traject doorheen. We gaan de first runner-up van vorig jaar sturen. Artley gaat dit jaar naar Supranational. En de mister van dit jaar die gaat samen met de miss ook dit jaar het zichtbaar traject wat we willen. Eerst zichtbaar in het land en dan naar het buitenland. Geen druk meer. Nee, geen druk meer. Geen pageant druk meer, maar ook support van het volk. Kijk, we weten altijd, er staan 5 heren hier van de 8. Er zijn 10 dames. Iedereen is een favoriet. Ja. En we weten altijd, als de uitslag bekend is, is niet iedereen altijd happy. Maar uiteindelijk moeten we wel de support van de hele Surinaamse bevolking hebben achter onze kandidaten internationaal. Want dat hebben ze wel nodig. Ja. Ik moet zeggen, al deze 5 heren zijn maar fever, hè? We gaan kennis maken met ze. En we beginnen met Mr. Zanoa, hè? Heb ik het goed gezegd? Yes, ma'am. Oké, wat heeft gemaakt dat je meegedaan? Tenminste, dat je hebt opgegeven om mee te doen? Nou, eerlijk gezegd was het mijn manager. Was bij mij gekomen van, hey, waarom doe je niet mee aan zo'n pageant? Maar ik was dan toen pas begonnen met mijn modellencarrière. En dan was ik eerlijk gezegd toen heel bang. Ik had de confidence toen nog niet. Maar dan dacht ik meer eraan van, moet ik het doen, moet ik het niet doen? Wat als ik het doe? En dan zei hij me van, probeer het toch, probeer het, probeer het. Dan dacht ik van, weet je wat, ik ga gewoon naar de, hoe noem je het weer? De auditie. Audities, ja. De audities. Als ze me willen, gaan ze me nemen. Met die mentaliteit ben ik gegaan en ik ben gekozen. En dan dacht ik van, oké, voor een reden hebben ze me gekozen. Laat me toch doorproberen. Dan gaan we naar Mr. Enrico. Oké, wat is jouw verhaal? Eigenlijk 2 jaar geleden deed ik eigenlijk al mee. Maar ik ben tot de halve finale gegaan. En het was toen mijn droom om natuurlijk te winnen. En toen, toen ik eigenlijk niet door ben gegaan, was ik even een beetje down over. Maar toen zei ik van, ik ga het weer proberen. Want het is een droom natuurlijk. En je moet nooit aan je droom opgeven. Dus toen zei ik van, weet je wat, ik probeer het dit jaar weer. Ik ben mezelf gaan trainen, mentaal voorbereiden, fysiek voorbereiden. En ja, toen heb ik me opgegeven voor de audities. En ja, ik ben gelukkig weer gekozen. Ja. Dus nu heb ik ook mijn chef, en dat is wat hij zegt. Dus ook een van mijn grootste momenten. Want dat had ik 2 jaar geleden niet.
Dus ik ben er heel trots op dat ik het nu mag hebben. Ja. En die titel Mister mag dragen ook naast me. Mister Latrell, oh, je houdt van je naam. Natuurlijk. Dat is een mooie naam. Hele aparte naam. Oké. Jij je hebt je ook opgegeven om mee te doen. Waarom? Nou, ik zag het als een hele nieuw moment. Het is iets nieuws voor mij. Echt een uitdaging. Echt die jonge heer die altijd die eerder ziet in Nike's en een joggingsbroek draagt nu een net hemd en alles. Dus het was echt een hele uitdaging, uitgedaagd door familieleden. En toen dacht ik van, weet je wat, ik ga het gewoon proberen. En ja, nu sta ik hier. Nu sta je hier. Ja. Oh, so my favorite. Knappe jongens, hè? Ja, en Mr. Fabian. Kijk, Mr. Fabian heeft swag. Hey. Het zit helemaal al in je. Yes, helemaal. Waarom heb jij meegedaan? Ik heb de uitdaging genomen om dit te doen. Omdat mijn omgeving me heeft gemotiveerd. Mm-hmm. Ik kom uit de kansarme buurt. En ik ben Alkaner en christen. Zo. Dus van welke buurt ben jij? Ik ben van Goede Verwachting, Witboeiti. Oh, oké. Ja, en ik heb deze stap genomen om jongeren van mijn buurt te motiveren. Dat al hoewel je kansarm bent, je kansen moet, je stappen moet nemen om kansen te maken. Okay. Want kansen komen niet gratis in het leven. Ja. Ja. En daarom ben ik vandaag hier. En daar hebben we Mr. Glaucio. De ene naam is nog mooier dan de andere. Glaucio. Is het een Surinaamse naam? Jawel, mijn vader heeft me die naam gegeven. Hij hield van voetballers, dus vandaar dat ik die naam heb gehad. Het is een voetballer. Jawel, klopt. Oké. Jij bent ook Mr. Glaucio van Tropical Beauty Suriname. Vertel, waarom? Ik ben namelijk uitgedaagd door mijn vrienden. Mm-hmm. Dus ik dacht van, ja, ik hou van uitdagingen. Dus ik dacht, het gaat gewoon aan. Maar dan toch was ik niet zeker. Totdat iemand me op Facebook heeft benaderd van, hey, ik had een foto gepost. Dus hij zei van, hey, je lijkt op de next Mr. Tropical Beauty. Dus ik dacht van, ja, waarom niet? Dus ik heb die stap gewoon genomen. En ik dacht van, weet je wat, misschien is dit niet voor mij. En juist omdat ik dacht dat dit niet voor mij is, heb ik het genomen. Jawel. En hier sta ik. Jawel, hier sta ik met mijn sjerp. Okay. Helemaal trots. Oké, dus ik ga straks weer daar maar vertellen. Die auditie. Wat moest je doen? Was het moeilijk? Was het makkelijk? Easy? Mijn auditie liep als een, je kunt zeggen, een, hoe zegt hij dit? Een jobinterview, kunt u zeggen. Okay. Dus je moest jezelf verkopen. Dus ik stond daar, borst omhoog. We moesten eerst een, in onze swimwear lopen. Ik wist nog niet te lopen, want dit alles is nieuw voor me. Dus ik loop, ik denk, ik loop goed. wat ik niet goed deed. Maar ik ben toch gekozen. Daarna moesten we staan. De juryleden stellen je een paar vragen. En die vragen waren, heb ik goed beantwoord, denk ik. Dus vandaar dat ik nu hier sta. Okay. Jawel. Snow Germaine, aan jou de vraag. Want vaker denkt men, als een heer meedoet aan zo'n pageant, is hij gay. Zijn deze heren gay? Zover ik het weet niet. En ik denk dat dat ook niet het belangrijkste is waarom je meedoet aan een pageant. Ik weet ook, toen we in 2017 zijn gestart met het herentraject, eigenlijk een beetje snel overgenomen van het buitenland, om het ook te doen. Tropical Beauties is een vormingstraject. Je merkt het ook, ze zeggen het allemaal bij de audities, het is zwaar, het is niet, het is niet prettig. Klopt, ik verwacht niet dat wanneer je komt dat je al perfect bent. We zijn allemaal niet perfect. We all have our flaws. Wat je wel bij mij komt doen, is je gaat jezelf leren kennen. Het is een spiegel voor jezelf houden. Ben je nou gay, ben je nou straight, ben je nou introvert, ben je nou outrovert, ben je nou whatever. Als je bij ons komt, is het belangrijkste wat je eruit haalt, dat jij jouzelf gaat vormen. En ik heb ze ook gezegd, ik heb ze op het podium gezien laatst, want we hadden gisteren een talentenavond. En voor mij was het prachtig om te zien hoe ik ze heb gezien bij de audities en hoe ze nu gegroeid zijn als persoon. Misschien merken ze het niet, maar ik kijk vanuit een andere bril er naartoe. Ik ben al 8 jaar met de pageantwereld bezig. Maar je ziet de veranderingen, je ziet hun postuur. Hij zegt het al, ik
plaag hem soms ook vaak van waarom komt hij steeds met die sportbroek. Maar dan zie je hem weer in een hemd, weet je, het is ook nieuw. Je ziet iedereen komt uit zijn kom. Je wordt uitgedaagd om uit je comfortzone te gaan. Dat is ook een van die dingen. Weet je, Miek, je hebt ze net gezien, allemaal. Maar dan zeggen ze, dat zien we, dat is wat we niet zien achter de schermen. Want we denken, maar onze mannen tegenwoordig zijn veel eerder dan onze vrouwen. Als we zeggen die vrouwen veel tijd nemen, die mannen zijn veel dramatischer. Sorry, dat moet ik ook echt toegeven als mannen. En het gaat niet erom dat ze gewoon loverboys zijn, nee, ze worden eigenlijk... Dat komt automatisch, want ook al willen ze dat niet toegeven, want dan komen die likes. Maar het is een kwestie van, we willen ervoor zorgen dat wij nieuwe jonge Surinamers krijgen, die niet alleen een voorbeeldfiguur zijn, sorry, maar zich ook presenteren. We hebben rolmodellen nodig. Daarvoor zijn deze jongens er. Daarvoor staan ze ook. Een rolmodel, een motivator en natuurlijk het gezicht van Suriname. En als je het gezicht van Suriname bent, moet je kunnen praten. Je moet kunnen, je niet te sell yourself, zeggen we dat altijd heel mooi. Maar je moet ook nog steeds jezelf zijn, maar ook jezelf leren kennen. Want als je jezelf niet kent, ga je ook de rest niet kunnen verkopen. En je hebt het gisteren gehad over een talentenshow. Wat hield dat in? Nou, normaliter hebben we de talentenronde in de finale avond. Maar omdat de groep zo groot is, ja, dit jaar heb je vandaag het voorrecht om alleen de heren te hebben. Want er zijn ook dames. En met 18 kandidaten een talentenronde ook nog doen in een soort hele lange finale avond. We hebben dit jaar gezegd, weet je wat, we gaan het even opmixen, heel nieuw doen. We hebben ook dit jaar het ook heel anders aangepakt. We hebben een perspresentatie gehad waar de pers eerst kennis heeft gemaakt met de kandidaten, de sponsoren, hun ouders. Hebben het moment echt voor hun gehad. Groter publiek was gisteren, die heeft kennis met ze gemaakt tijdens de talentenronde. En het was een hele leuke avond. Ik zelf stond ook versteld van, want het was een hele leuke avond, heel gevarieerde talenten in Suriname. Daarvoor hebben we 5 gekozen met de hoogste score van de jury, die het op de finale avond nog een keer gaan presenteren. Zodat we dan niet een lange show hebben. Nogmaals, we hebben 5 gekozen, maar dat wil niet zeggen dat dat al 5 toppers zijn. Want Tropical Beauties is een traject, er zijn verschillende punten tot we winnaar komen. Want je moet een total package hebben bij ons. Wanneer is die show zelf? De show die is op 4 augustus, dus de heren zijn al een tijdje bezig. 4 augustus is de grote avond in de ballroom van Hotel Torarica. Waarbij we dan een nieuwe Mr. en Miss Tropical Beauty Suriname gaan kronen. In een glitter en gala event. U kent. Ik keek er al naar uit. Oké, hoe ga jij je voorbereiden naar 4 augustus toe? Om eerlijk te zijn, ik ga me mentaal heel sterk voorbereiden. Want het is geen easy job met zoveel heren. Je moet jezelf kunnen uitsteken met alle intelligentie die iedereen heeft. En ik ga mezelf zodanig mentaal voorbereiden dat ik dat zou kunnen. Fysiek ga ik me ook veel beter voorbereiden, zodat ik ook Suriname dan in het buitenland, als ik mag winnen, Suriname tenminste ook in de top kan laten belanden. Snap je? Dus dat is alles dat ik sowieso ga doen om te kunnen winnen. En mezelf, meer van mezelf naar buiten brengen ook. Dat is het belangrijkste. Ja. You're going for the gold. Tuurlijk. En niet alleen voor goud. Ik ga voor alles dat er is om te winnen. En jij? Nou, hoe ik mee ga voorbereiden. Aanwezig zijn bij de trainingen. Mm. Ja. Dat is het allerbelangrijkste voor mij. Ervoor zorgen dat mijn stresslevels niet hoog lopen. En ook ervoor zorgen dat mijn lichaam in topconditie ook is. Neem je me mee naar de gym? Nou, ik kan het ook langskomen, ja. Oké, dus dat ga je doen. Top level. En je had het over je stresslevel. Wat moet ik daaronder verstaan? Nou, het is meer, ik ben iemand die heel veel overthinkt. Ik moet ervoor zorgen dat ik dat dan minder doe. Maar het is meer om zelfreflectie. Ja, dus jij bent niet echt die spontane? Ik kan wel, maar heel raar. Is heel raar, meer bij bijvoorbeeld gisteravond bij de talentenronde. Ben ik dan super hyper. Ik kan ieder vervelen. Ik ben in een hele goede mood. Maar juist bij de trainingen ben ik heel rustig. Dus je hebt een dualistische persoonlijkheid. Af en toe helemaal en dan weer. Oké, maar ik neem aan dat jullie allemaal nu vrienden zijn. Ze leren je kennen nu. Oh yes, zeker. De voorbereiding.
Zo, de show is een beetje mentaal stressend. Gelukkig helpt de organisatie daarmee. Mm-hmm. Met therapie en andere dingen. Ik ben ze heel erg dankbaar daarvoor. Dus mentaal denk ik dat ik sowieso sterk ga staan. En fysiek, dat ligt aan mij. Mm-hmm. Echt minder chips gaan eten, minder cola, al dat soort dingen. Echt een strak dieet. Mm-hmm. Zoals Jermaine dat zei, dat moeten we sowieso hebben. Maar toch nog ietsje strakker. Mm, ja. Zodat ik dan fysiek ready ben voor de swimwear, voor de swimwearronde, et cetera. Oké, geweldig. Nou, en hoe ga je je voorbereiden? Nou, geestelijk sowieso. Mm-hmm. De almachtige vragen voor kracht en wijsheid. Mentaal. IQ. Ik zou meer moeten gaan lezen over Suriname. Want je moet je land kennen als je land wil gaan presenteren in het buitenland. Daarnaast fysiek sowieso. En gewoon mezelf zijn. Dat is het belangrijkste. Jezelf zijn. En dat maakt het verschil. Dat maakt het verschil. Helemaal. En... hoe ik me ga voorbereiden, sinds dit alles nieuw voor me is, mm-hmm. heb ik gewoon fun, dus ik ga gewoon met de flow. Dus als ik me gezegd word dat ik zo moet lopen, ga ik zo lopen. Dus ik ben helemaal ready om te doen wat ik moet doen. En ja, relaxed. Ja. Relaxed. Tot slot, wat zeg je tegen Suriname en de andere heren die misschien het nog als een drempel zien om mee te doen aan zo'n contest? Heren die daar buiten zijn, die kijken, ik wil aan jullie zeggen... probeer nieuwe dingen. Net als zo meneer Sanoa, Mr. Sanoa had gezegd. Probeer nieuwe dingen. Ik dacht ook dat het niet voor mij was. Want ik ben thaiboxer en ik ben militair. Dus ik dacht van, deze dingen zijn niet voor mij. Maar probeer gewoon. Weet je, misschien is het voor jou. Misschien kom je als winnaar uit de bus. Dus probeer gewoon nieuwe dingen. Probeer uitdagingen. Go for it, een thaiboxer. Ja, ik heb wel meer dan één boodschap. Oké, mijn eerste is dit. Kansarme jongeren, wacht niet op kansen. Creëer ze. Tomorrow is not promised, so let's make the best of today. We hebben alleen vandaag om te werken aan onze toekomst. En het tweede is aan de gehele Surinaamse bevolking. We hebben alles in huis om een goed toeristland te zijn. Maar we moeten dan ook gaan beseffen wat wij hebben. Mijn advies aan jullie is, Suriname is onze enigste thuis, onze echte thuis. Wees zoveel mogelijk zorgvuldig met onze natuur. Want wie behoudt, zal behouden worden. Dank u. Dat is een nice boodschap. Oké, in de camera, jouw boodschap. Zo, mijn boodschap aan de kijkers. Vooral de jonge heren. Mensen die als mij zijn ook introvert. Liever gewoon Nike's, lekker comfortabel. Ik zou zeggen, probeer het, maar het is het proberen waard. Je gaat er echt geen spijt van hebben. Dit traject heeft echt me heel veel veranderd. Zelfverzekerd. Meer zelfverzekerd dan. Ja, echt een heleboel veranderd tot nu toe. Er is echt groot. En ja, een heleboel mensen hebben dat opgemerkt. Zelfs de mensen op Facebook, de mensen thuis. Onze national director Jermaine. Iedereen heeft dat opgemerkt. Ja, gewoon proberen. Go for it. Jouw boodschap. Mijn boodschap. Net als hoe Glossy het zei. Wees niet bang om iets nieuws te proberen. Wij leven maar één leven. Deuren gaan dan open voor je gaan als je probeert. Thank you. Kort is krachtig. Oké, in de camera. Jawel, ik weet dat de meeste jongens ervan houden om, als ze aan iets meedoen, om te winnen. Maar ik zeg van, als je aan zoiets meedoet, ga eigenlijk niet voor het winnen. Natuurlijk willen we allemaal de titel behalen. Maar ga voor de experience wat je eruit kan halen. En je haalt er veel meer uit. Je leert jezelf kennen. Je leert wat je limits zijn en waar je ook naartoe kan streven. En ja, dus dat zeg ik van, ga gewoon, doe mee. Geef jezelf natuurlijk op als er een auditie is. En ook support ons. En minder negativiteit te zeggen, maar support ons en geef ons de... kracht om het door te gaan. Uiteindelijk gaan wij, de winnaar maakt niet uit wie wint, we gaan Suriname vertegenwoordigen. Snapt u? Dus dat is ook een van de boodschappen. En de boodschap die ik heb voor de Surinaamse samenleving, dat ook als volgt van, find your voice, find your purpose in life before it's too late. Want je weet nooit wat je eigenlijk, net als Fabian zegt, wat er morgen kan gebeuren. En als je iemand bent die zegt van ja, nou ja, is niet voor mij. Wie weet als je kan winnen en je komt op een andere level van je leven die je nooit had gedacht. Dus dan zeg ik van, geef je gewoon op als er de audities zijn en probeer het gewoon.
Dank u wel. Te gek. Je wil nog? Je wil inspelen, oké. Okay. Het was wat Enrico zei, tomorrow is not promise. Je weet maar nooit wat morgen gaat gebeuren. Ik bijvoorbeeld, ik had het echt moeilijk vroeger. Ik moest met badslippen naar school gaan. Maar vanaf de dag draag ik een van de duurste dingen, sneakers, naar school. Dus durf, doe alles eraan om jezelf te ontwikkelen. Vooral veel deze jongeren, want dat hebben we nodig. Laten we ook een positieve impact hebben op de vorige generatie. Dank je. Nee, vorige. De vorige? Ja, want vaak worden we beschuldigd van de jongeren van vandaag. Ze zijn lui, ze zijn constant bezig met hun smartphones en zo. Maar ik lees de krant. En dat kan toch ook? Zo, laten we het verschil zijn. Oh, dus hij heeft het over die ouderen als ik. Jermaine, ik zie dat je nu al, als je hier naast me staat, eigenlijk een paar waardige ambassadeurs heb je al hier. Ja. Nu al zijn de heren very outspoken. Ze weten waarvoor ze gaan. Klopt, dat komt mee met het traject. Het is onderdeel van het traject. Jezelf leren kennen en weten waarvoor je gaat en waarvoor je staat. Je merkt het ook bij mijn vorige winnaars. Ik zeg altijd mijn vorige kinderen, want ik heb er heel veel. Maar je merkt het aan ze. Dat is die growth. Dat is het groeiproces wat je ziet. Sommigen zien het meteen, sommigen zien het nog niet. Maar dat is onderdeel van het groeiproces wat je meemaakt bij Tropical Beauties. Nogmaals, het is een uitdaging. U zegt het zelf, ja, heren denken het is gay. Nee, je wordt gepusht tot het uiterst. En laten we eerlijk zijn. U gaat toch ook kijken naar de heer die een beetje goed uitziet. Ja, toch, daarom heb ik gezegd, zijn allemaal mijn favorites. Dat bedoel ik, een beetje verzorgd uitziet. Ja, er goed gekleed is voor de dag. Kijk, we vergeten het. Hij zegt het ook altijd. Het is lekker. Ik hou ook van mijn comfy clothes. Ik hou ook van mijn slipper. Maar tegenwoordig heb ik een soort celebrity status. Dat als ik ook met mijn slippers naar buiten ga, mensen hebben gemaakt. Kijk, van, maar hij organiseert toch een mister en een misverkiezing. Kijk hoe hij loopt. Ja. Maar het hoort erbij. Weet je? Het is dress the part. Maar je moet het ook kunnen uitstralen. Want het is niet alleen de kleding. Ja. En de auto en de look. Het is ook een beetje innerlijk. Want je moet het ook in je hebben. Je moet ook het zoals ze zeggen, je moet ook het sociale eruit halen. Je moet ook het sociaal karakter hebben. Daarom is het, je hoort het. Ik heb verschillende achtergronden. Militair. Wie zou iedereen van militair mee? Student. Tour. Ja, student. Hier een introvert die meedoet. Eentje die het voor een tweede keer is echt een, ik bewonder hem. Want ons traject is echt niet makkelijk. Ik zeg het eerlijk. En dat je het voor een tweede keer komt durven, is willpower hebben. En ik zeg het ook vooral voor mijn heren. De dames zijn wat makkelijker om in te schrijven bij een pageant. Maar voor mijn heren ook. Het staat heel mooi op een cv, maar het is ook een goede uitdaging voor jezelf. Om jezelf beter te leren kennen. Om anderen doen het om hun populariteit te laten groeien. Maar doe het om uit jezelf te halen waarvoor jij hier wil zijn. Want het heeft iedereen. Everybody got something wat ze eruit willen halen. En hoe ze zichzelf willen brengen naar die next level. Nou, deze heren gaan voor de next level. Mag ik jullie allemaal heel veel succes toewensen. En we zullen er ook bij zijn, 4 augustus. En ik heb met jullie kennis gemaakt, dus ik ga voor jullie roelen. Ja? Oké. Okay. Ja. En kijkers, zo ben ik gekomen aan het einde van dit deel van In Gesprek Met. U gaat niet weg, want straks ben ik er met een ander onderdeel. Tot dan.